Hoi, mijn naam is Myrthe Warmenhoven en ik help ondernemers die locatie-onafhankelijk en tijdsonafhankelijk werken of willen werken. Dat doe ik door 1-op-1 coaching, door meer focus en meer helderheid te ervaren en samen concrete stappen te zetten. En in deze video deel ik hoe je de interactie op je Instagram-account hoog houdt. Ja, dus hoe hou je de interactie op je Instagram-account hoog? En dat is eigenlijk een vraag die heb ik ontvangen. Die kreeg ik naar aanleiding van dat ik 5 dagen volledig offline ben gegaan. En iemand vroeg mij dus van ja, hoe heb je dat dus gedaan met je Instagram-account? Want ja, je interactie en alles gaat natuurlijk dan ook naar beneden. En ja, hoe heb je dat gedaan? En nou ja, dat is eigenlijk misschien een antwoord waar je niet direct op zit te wachten. Maar naar mijn gevoel is dat wel echt een hele belangrijke boodschap waar je denk ik nog meer aan hebt dan het antwoord wat je misschien gaat verwachten. Want ik kan nu van alles vertellen van reageren, op stories actief zijn en allemaal dat soort dingen. Maar goed, dat weet je zelf ook wel. En ook al wil je er meer over weten, YouTube staat er echt vol mee. Dus weet je, dat is echt het hele probleem niet. Wat ik heel belangrijk vind om dus hier wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, is waar die vraag vandaan komt. En om dat dus ook voor jezelf te achterhalen. Want het feit dat jij ook deze video hebt aangeklikt, betekent dat jij hier dus wel ook heel erg benieuwd naar bent. En waar ik dan heel erg benieuwd bij jou naar ben, is waarom wil je de interactie hoog houden? Waarom wil je dat? Waarom wil je zoveel actief zijn op Instagram? Waarom wil je zoveel mogelijk mensen bereiken? Nou, en dan denk je misschien, nou Myrthe, dat is een makkelijk antwoord, want ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken, want ik heb een super toffe missie, ik heb een super tof bedrijf en daar moeten gewoon zoveel mogelijk mensen van weten, want ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen, of tenminste de juiste mensen natuurlijk, hè, jouw doelgroep. En dat snap ik volledig, maar waar het volgens mij veel meer om gaat, is dat jij plezier hebt. Dat je plezier hebt, dat je geniet, geniet van je bedrijf. En juist op dat moment, als je vanuit de relaxedheid en vanuit het genieten jouw bedrijf gaat voeren, dan zal je zien dat dan zit je op een ander energieniveau. En dan zal je ook zien dat er veel meer dingen naar je toe komen. Dat je niet meer vanuit het harde werken en vanuit het moeten bezig bent, maar vanuit het vanuit rust en vertrouwen. En dat is waar wat ook met deze vraag heel snel ook alweer naar voren komt, is van hoe houdt de interactie hoog op Instagram? Is, dat kan zijn heel erg vanuit het moeten. Weet je, dat hoort zo. Je moet nou eenmaal veel aanwezig zijn op Instagram. Je wil veel volgers of nou, noem het allemaal maar op. Alles wat wij verzonnen hebben, wat je allemaal moet doen op Instagram, dat zit misschien allemaal in je hoofd. En dan vraag ik me af vanuit welke intentie stel jij deze vraag? Stel je deze vraag vanuit angst, van wat als ik geen voldoende interactie heb? Wat als ik wat als dat allemaal niet lukt? Wat als mensen me allemaal niet vinden? En weet je, dan heb ik te weinig volgers en dan vind ik nooit klanten of niet genoeg klanten. Of weet je, is dat de intentie die erachter zit? Of is het vanuit dus plezier, vanuit het genieten, vanuit liefde, omdat je denkt van liefde van jezelf, weet je, voor Instagram, dat je denkt, ja, maar ik vind het ook gewoon leuk om te reageren. En dit is echt belangrijk om echt eerlijk te zijn naar jezelf, van je kan dan heel snel zeggen, ja, dat vind ik leuk, maar vind je het echt leuk? Is het echt iets wat je echt van geniet, om te reageren, om anderen te liken, om alle berichten te lezen? Of zit er stiekem iets achter dat je denkt, ja, ik doe dit eigenlijk, als ik echt heel eerlijk ben naar mezelf, omdat het hoort, omdat ik stiekem eigenlijk wel meer volgers wil en dat soort dingen. Dus dat is heel belangrijk. Kies je het vanuit angst of kies je het vanuit liefde, omdat je het echt gewoon heel erg leuk vindt om te doen? En dat is dus ook wat ik je terug wil geven als je dus deze vraag aan jezelf stelt, of nou ja, als je dus deze video aan het kijken bent van waarom wil jij de interactie op je Instagram-account hoog houden? Waarom wil jij groeien op Instagram? Is dat vanuit angst of vanuit liefde? Want dat is een hele andere energie. En dat trekt ook. Dat is gewoon heel bepalend van hoe jij erin staat. En dat is bijvoorbeeld ook van als je op vakantie bent. Wat doe je dan? Nou, ik ging dus 5 dagen offline en ik heb er dus voor gekozen om dus helemaal Instagram los te laten. En ik moet zeggen, ik heb het echt geen seconde gemist. Ik dacht niet van, oh, ik ben echt benieuwd of ik DM's heb of dat er hoeveel mensen mijn foto hebben geliked. Ik was er echt totaal niet mee bezig. En dat is ook iets voor jou. Stel jij gaat op vakantie of je besluit ook om zoveel dagen offline te gaan. Kan jij dan Instagram loslaten? Is dat iets ook dat je dat doet vanuit... stel je bent nog heel actief op vakantie. Doe je dat vanuit angst of vanuit liefde? Omdat je het echt leuk vindt? Of baal je er eigenlijk van en merk je van... Hé, ik kan eigenlijk nu veel minder genieten van mijn vakantie. Ik kan minder ontspannen. Ik kan het allemaal minder loslaten. Natuurlijk op vakantie krijg je ook nog DM's binnen. Misschien wel mensen die vragen hebben. En natuurlijk is er ook... een bepaalde passie. Je vindt het ook natuurlijk leuk om te doen. Het is je werk en je wilt graag mensen helpen. Maar snap je wat ik bedoel? Vakantie en ontspanning is ook belangrijk. Dus kijk voor jezelf. Wat is daarin belangrijk? En hoe belangrijk is Instagram voor jou? En maak daarin, wees dus eerlijk naar jezelf. En maak daarin een keuze. En wat ik bedoel te zeggen. Het is niet erg. Ik bedoel, ik leef ook nog steeds na 5 dagen offline. En mijn Instagram in de hoek te hebben gegooid. Ja, zeker is mijn bezoekers op mijn account naar beneden gegaan. Interactie, alles is naar beneden gegaan. Tuurlijk kom ik in het algoritme misschien niet meer waar ik stond bij de mensen. Maar het maakt me niet uit. Want ik heb ervoor gekozen om 5 dagen offline te gaan. Om die inzichten op te doen. Om dit te ervaren. Dat was mij ook gewoon heel erg veel waard. En die kennis, die ervaring, die deel ik ook weer met jou. En die kennis en ervaring deel ik ook weer met mijn klanten. En dat vind ik veel belangrijker dan dat ik consistent aanwezig zou moeten zijn op Instagram. Dus dat heb ik, dat heeft ook gewoon te maken met keuzes maken, met loslaten en dat het gewoon oké is zoals het is. Dus vandaar. Waar komt bij jou de vraag vandaan dat je interactie op Instagram hoog wil houden? Wees daar eerlijk in naar jezelf. En nou ja, zoals ik al zei, ik leef ook nog. Mijn Instagram-account leeft ook nog. Toen ik weer online kwam had ik zelfs nog heel veel volgers erbij gekregen. Zonder ook maar wat te doen. Dus ook dat mogen we loslaten. Dat je keihard moet werken om je Instagram-account te laten groeien. Want dat zal je zien, ook als je het loslaat, loopt dat wel door. Als je gewoon doet wat echt vanuit je hart komt. Post schrijft vanuit je hart. Reageert vanuit je hart. En dus niet vanuit het moeten. En dat je dus eerlijk bent naar jezelf. Dat je dit vanuit rust en vertrouwen doet. Dan zal je zien dat dat veel meer voor je gaat werken. Dat je vanuit vele fijnere energie aan het werk bent. Dan dat je denkt, ik moet dit doen. Ik wil zo snel mogelijk groeien. En ik reageer op allerlei mensen in de hoop dat ze mij allemaal terug gaan volgen. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een hele toffe video? Laat het dan eventjes hieronder weten. En vergeet ook niet je te subscriben hier op de button hierboven. Want dan weet je zeker dat je ook de volgende video te zien krijgt. Wil je ook graag de volgende video nog verder kijken? Dat kan. Hieronder zie je al een volgende video. Zodat je verder kan kijken. En mocht je nou meer willen weten over mij en wat ik allemaal doe. Dan zie je hieronder ook mijn website en mijn Instagram staan. En... mocht je benieuwd zijn wat het nummer 1 ding is waar jij nu op mag focussen in jouw business. Kijk dan even in de tekst hieronder. Daar staat een link voor een gratis 1-op-1 focusgesprek. In dat gesprek kijk ik dus gratis en vrijblijvend met jou mee. Wat het nummer 1 ding is voor jou op dit moment in jouw business waar jij nu op mag focussen. Zodat jij veel meer rust, vrijheid en helderheid gaat ervaren.